Ik heb je de vragen gestuurd. Ik heb natuurlijk even lekker doorheen gekeken. Ja. Maakt het wat makkelijker. Ja. Oké. Hoe gaat het met je opleiding voice-to-methode? Goed. Ik vind het heel leuk. Ik leer nog steeds ontzettend veel. Dus dat is altijd wel van tevoren, als je dan een beeld hebt, denk je, nou, het zijn twee redelijk concrete dingen. Je hebt de theorie, je hebt het werken met kinderen. Dus nou, dat is heel overzichtelijk. En nu kom je er natuurlijk gaandeweg achter hoeveel kleine aspecten het allemaal weer heeft. En het gaat altijd een beetje wisselen. Dan heb ik weer een beetje een flow dat ik denk, oh ja, het gaat super goed. En dan heb ik weer een beetje een dipje dat ik denk, oh ja, nu ben ik niet helemaal tevreden. Maar dat komt ook wel weer, er komt ook wel weer een flow aan. En het is gewoon, ja, ik denk nu dat ik op het punt zit van heel veel doen. Heel veel oefenen. Werken. Ja, ja, precies. Ja. 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 Want waar merk je dat aan, dat je dat oefenen helpt? Nou, omdat ik nu op het punt ben dat ik wel veel dingen begrijpen ze theorieën zo, dat is steeds meer geland. En dan, dan helpt het dus ook om dingen te gaan doen, want dan kun je zelf ook reflecteren op wat je aan het doen bent. Waar ik eerst nog dan jou of Meike voor nodig had, lukt dat nu steeds beter zelf. En merk je ook dat ieder kind is natuurlijk weer anders. Iedere les is weer anders, ook al werk je met hetzelfde instrument. Dus dan is het gewoon goed om heel veel ervaringen op te bouwen. Ja, goed te horen. Merk je dan ook dat je die relatie ook weer door kunt trekken naar het werken met je eigen kinderen? Ja, zeker. He, dat er altijd een leerproces... Ja, dat voelt wel redelijk eigenlijk als gelijk. Of ik nou hier met een kind werk of op school met een kind werk. Dat, ja, maar dan dat probeer ik weer dezelfde dingen op te letten. En, ja, maar dat het ook voor je eigen ontwikkeling geldt. Ja. He? Ja, nee, dat komt wel overeen met elkaar. Ja. Die processen zijn in principe dezelfde soort processen. En of ze nou bij volwassenen zo gaan of bij kinderen. Hè, zo kan je ook de voice-to-methode inzetten. Niet alleen maar bij kinderen, maar ook bij jongeren, jongvolwassenen en volwassenen. Ja. In feite werkt dat op dezelfde manier. Ja. Oké, leuk. Goed te horen. Ik hoor ook heel duidelijk hoe jij aan het veranderen bent. Zijn er ook anderen die veranderingen in jou merken? Collega's nou, dat is... Ja. Ik werk eigenlijk altijd zonder collega's erbij. Daar is gewoon heel weinig tijd voor, praktisch gezien, om mensen mee te laten kijken. Dus dat heb ik nog niet echt gehoord. Wel dat ik merk dat als ik met collega's die dan ook in het zorgteam zitten, kennis deel of zeg vanuit als we een kind bespreken van oh, maar dit of dit, als ik dan iets toevoeg, dat zij dan, dat het voor hun wel heel duidelijk is dat ik een nieuw geluid laat horen. Ja. Dus dat ik wel iets toevoeg en niet iets herhaal wat al wordt gezegd, maar dat het wel weer een hele andere invalshoek is om naar de ontwikkeling van een kind te kijken. Ja. Kun je een voorbeeld geven? Nou, bij ons op school is het best wel een gewoonte dat kinderen die zwak zijn op meerdere gebieden, dus op meerdere gebieden hulp krijgen. En nu is het wel dat ik een beetje zo heb geopperd van, goh, kan het niet en het laag eronder liggen, de cognitieve functies, waarbij we een kind bijvoorbeeld moeten helpen. Dus wat meer van, van de lesstof afkijken. Dat is denk ik wel een voorbeeld wat ik nu veel meer ben gaan doen. Ja. In plaats van gewoon, bij rekenen heeft een kind moeite, nou we kijken naar de leerlijn rekenen, that's it. Natuurlijk kijk je altijd een beetje naar een stukje taakaanpak, maar dan is het vaak voor iedereen één woord. En nou ja, nu ben ik wat meer de persoon die dan de verschillende aspecten kan onderscheiden van elkaar. Ja, de verschillende cognitieve functies kan hebben. Ja, precies. Ja. Ja. En dan zien dat diezelfde cognitieve functie bij rekening gezet moet worden, maar ook bij taal ingezet moet worden. Ja, ja, precies. Ja. Dat je daar een beetje de rode lijn vindt. Fijn dat dat helpt, hè? Dat je op die manier kinderen beter kunt helpen. Ja, ja, zeker. Merk je ook al resultaat bij de kinderen die je begeleidt op die manier? Ja, zeker. Ik merk wel dat het heel lastig is, want jullie geven hier natuurlijk veel meer, jullie werken veel langer per week met een kind. Ik werk een half uur per week met een kind en dat is toch wat korter, maar je merkt wel dat sowieso vaak het zelfvertrouwen van kinderen, dat heel erg verandert. Dat ze veel meer zelfvertrouwen krijgen al snel. Ja. Doordat ze veel meer eigenaarschap ervaren. Veel minder is van ik praat tegen jou en ik leer jou dingen, maar veel meer het samen. Dat heeft vaak wel al heel snel effect, waardoor een kind met meer vertrouwen aan de taak begint. Wat meer beter uitdagingen aan kan nemen, aan wil nemen, daarvoor open staat. Dus dat merk ik heel snel. En verder wisselt het een beetje per kind hoe snel het de transfer kan leggen. Of je nou ja, in het algemene beeld al veel ontwikkeling ziet of dat het wel meer tijd kost. Ja. Krijg je daarover ook iets terug van collega's? Ja, vaak wel dat collega's wel die veranderingen dus vooral ook in het zelfvertrouwen heel erg zien. Dat een kind die eerst niet gemotiveerd is of bij alles zegt ik kan het niet, dan opeens wel denkt, hey, ik ga dit gewoon proberen.
En ook wel veel gebruik van strategieën vaak. Dat een leerkracht zegt, oh, dat kind ging opeens bij de instructie woorden onderstrepen. Dat deden ze normaal nooit. Ja, ja. Dus dat ik dan denk, oh ja, dat komt van dat stukje wat, waaraan ik gewerkt heb. Ja. Maar dan heb je nog geen collega's die zeggen van, oh, ik ben dat ook gaan doen met kinderen. Dat ze dat op nee, nou overpakken. Dat blijft redelijk abstract toch wel voor leerkrachten. En daar komt denk ik wel dat veel leerkrachten wel in geïnteresseerd zijn. Maar ook gewoon de tijd in hun hoofd in ieder geval missen om zich daar echt in te gaan verdiepen. En het ligt nu ook natuurlijk wel een deel bij mij als RT'er dan, waardoor zij ook soms denk ik zoiets hebben, ja, dat hoeft een leerkracht niet te doen. Terwijl het natuurlijk in leerkrachtvaardigheden zit. Ja. Dus daar valt nog heel veel winst te behalen. Ja. Dat is misschien voor de toekomst. Ja, ik hoop volgend schooljaar daar inderdaad meer mee te kunnen doen. Leuk, goed te horen. Oké. Even kijken, even mijn vragen. Zie jij een meerwaarde van het IVP voor jouw school? Echt specifiek van het IVP? Ik denk dat het heel erg wisselt per kind. Ik denk wel dat het een toegevoegde waarde eigenlijk wel voor ieder kind heeft, omdat je heel erg gericht op de cognitieve functies, dus iets oefent. Het zijn taken die nergens anders in de lesstof terugkomen, terwijl ze wel van belang zijn. Maar ik weet dat tegelijkertijd niet zo goed hoe je het in zou kunnen zetten. Want klassikaal is denk ik ook nog wel weer anders dan als je het in kleine groepjes doet. Ik weet van jou dat het wel kan, maar ik heb zelf ook wel ervaren dat dat ook nog wel weer andere vaardigheden vraagt. Maar ik denk zeker dat iets ertoe kunnen voegen. Alleen denk ik ook dat er meer winst te behalen valt uit het mediëren met de materialen die er nu zijn. Dat je daarmee een grotere stap zal zetten, denk ik, dan als je zegt, nou, we gaan het IVP-materiaal. En dus ik denk sowieso dat je dat het iets toe kan voegen, maar dat het daar niet mee zou beginnen. Nee, het gaat meer om die mediërende houding dan om het materiaal per se. Ja. Ja, materiaal is hulpmiddel, hè, en niet het doel. Ja, precies. Ja. Maar ik denk zeker dat het heel nuttig hulpmiddel is, dat het voor kinderen echt wel nog iets toevoegt naast het mediëren met de andere lesstof. Ja, oké. Die voicetime-methode te blijven gebruiken, hè, in de nabije toekomst, is het voor jou belangrijk dat het dan schoolbreed gedragen zou worden? Voor mijzelf persoonlijk is het denk ik maakt het niet heel veel uit of het schoolbreed gebeurt of dat ik er zelf mee aan de slag ga. Dan heb ik het puur over mijn vaardigheden als mediator. Ik denk wel dat wanneer je natuurlijk iets meer de coachende rol op je krijgt en zo het meer kunt verspreiden, dat je daar dan nog wel weer vaardiger wordt. Als je iets uit moet leggen aan anderen, dan ben je er toch nog weer op een andere manier mee bezig dan als ik iets gewoon doe. Dus ik denk in die zin dat het wel betekenisvoller zou worden dan als het schoolbreed gedragen wordt. Maar ik voel nu ook alle vrijheid om er zelf mee te doen, juist omdat het gewoon in mijn eigen gedrag zit. Ik verlang niks van school in verandering van methodes. Dus daarom denk ik juist dat je het ook in je eentje rustig door kunt gaan. Waarbij het natuurlijk wel voor de kinderen veel beter zou zijn als het wel schoolbreed ingezet gaat worden. Ja, het ook helemaal toegevoegd aan je eigen manier van handelen. Ja, ik denk dat het wel komt dat het nog steeds in ontwikkeling is. Maar dat ik daarin niet beperkt word dat de 39 anderen in mijn team dat niet doen. Nee. Hey, en als je nou jezelf zou vergelijken met 2 jaar terug, hè, eigenlijk voor de Feuerstein cursus, hè, de cursus die je bij ons hebt gedaan. Ja. Feuerstein thuis in Feuerstein. En waar je nu zit, wat zou jij dan kunnen verwoorden als je grootste veranderingen? Het stellen van vragen aan kinderen. Niet zelf al dingen beantwoorden. Wat minder mijn eigen pad belopen. Veel meer het pad van het kind belopen en daar als begeleider in meegaan. Dan andersom dat ik mijn eigen pad bewandel en het kind daarin meeneem. Dat is denk ik de grootste verandering. En hoe voelt dat? Hoe ervaar je dat? Ik vind het heel leuk, want ik merk dat je op een hele andere manier contact hebt met kinderen. Maar dat kinderen zich ook veel meer gezien voelen. Dus dat er veel meer wederkerigheid is, dat kinderen je veel meer op prijs stellen als leerkracht. En, hoe ervaar je dat? Hoe merk je dat? Nou, dat ze met plezier met je werken. Dat het niet is van ik moet dit doen, maar wij doen dit.
Dat dat een beetje de verschil is. Uh-huh. Het verschil is dat kinderen vragen van wanneer gaan wij weer werken, in plaats van wanneer moet ik weer met jou mee. Ja, ja. Dat stukje eigenlijk, dat, echt, uh-huh. ja, dat zij zich ook eigenaar voelen. En ik had altijd al wel heel erg van, nou, ieder kind, daar kan, er is geen plafond, je kan er altijd, je kan een kind meer leren. En nu heb ik daar ook veel meer handvatten voor gekregen. Om dat te kunnen bewerken. Ja, precies. Ah. Ja, eerst was het meer een soort trial and error soms. Dat ik dacht, nou, dan probeer ik dit maar, dan probeer ik dit maar. Waar je soms ook heel veel mee bereikt. Maar nu kan ik wat gerichter daarmee bezig zijn. Ah. Zijn er ook dingen buiten je werk om, zeg maar, waarin je zegt, daarin ben ik veranderd? Nou, ik ben zelf, ben ik me er wel bewuster van geworden dat ik zelf redelijk impulsief kan zijn. Dus bij mijn eigen cognitieve vaardigheden, dat ik denk, oh ja, daar ben ik me in ieder geval bewuster van geworden. Veranderen is nog een tweede ding. Maar verder zou ik zo niet eens wat hier weten, dat kunnen denk ik andere mensen beter zeggen of ik veranderd ben. Dus dat, nee, dat vind ik lastig om daar de antwoord op te geven. Ah, oké. Nou, ik denk dat de vragen wel gesteld zijn. Zijn er nog dingen waarvan jij denkt dat het goed is om te vertellen? Wat zou kunnen bijdragen voor anderen? Nee, ja, ik denk dat het, maar dat blijkt denk ik ook wel uit alle vragen al, maar dat het een enorme verandering is in het handelen van mij als leerkracht of van iedereen als je met kinderen werkt. Dat het echt een positieve verandering teweeg brengt. Ah. Oké, okay. Ja. Dankjewel. Graag gedaan. Je bent echt geknipt voor de camera.